Je liever niet gefilmd worden. Kijk, je bent buiten op straat, mag je filmen, want dat is portretrecht en alles. Ja, dat bedoel ik. Maar hier binnen mag het niet. Trouwens, reclame misgelopen, fuck jullie. Vandaag is het woensdag, dus er komt vanavond de video online. Maar ik ben opeens in Rotterdam. En dat is altijd elke dinsdag tot en met vrijdag ben ik op stage. En maandag heb ik cursus. Dus dan moet ik een magazijn of zo in, weet ik veel. Maar weet je, school boeit niet, serieus. Ik moest van mijn stagebegeleider even hier wachten. Dat is daar zo. Maar ik ga gewoon even hier staan, want het is best wel raar om dan te vloggen daar of zo. Ik vind het een beetje eng. Maar hoe heet dat? Dus we gaan straks eten. En dan hopen dat het een beetje gaat lukken allemaal. Nou, wachten. Was wel een beetje kut, weet je. Wachten op iemand. Ik ben bijna nooit op tijd. Maar ik ben nu gewoon lekker op tijd. En dan moet ik fucking wachten op alles. What the fuck? Dat is echt kut. Maar ja, zwaar kloten. Kijk, ik ben nu bij de Albert Heijn. En dat is leuk. We moeten wachten. Wacht, even dat duifje pakken. Dat vind ik wel leuk. Wacht. Nee, is oké. Oké, ik pak dat duifje niet aan. Maar ik ga weer. Ik ben nog steeds op stage. Klep je even goed. En ik ben hier nog steeds. En daar is die deur die ik dus al een keer eerder had. Zal ik hem even open doen? Zo. Dat is wel super mooi natuurlijk. Maar mensen, dus dat is wel een beetje lullig, snap je? Dat ik niet op stage kan filmen. Dus ik moet iets verzinnen waar ik dus wel, ik kan gewoon hier heel de tijd filmen. En ik moet iets gaan verzinnen wat dus leuk is om te laten zien, zeg maar. Want weet je wat, ik ga gewoon een beetje lopen en dan zie ik wel wat ik allemaal tegenkom. Dat is misschien wel leuk. Dat is ook best mooi. En trouwens, daar woont een vriendin van mij. Ik weet, die heet Isis, zeg maar. Die hebben jullie ook wel een keer in de vlog gezien. Maar die zei dus dat ik daar, dat zij daar dus woonde. Dus misschien kan ik gewoon een keer langs gaan. Want ze woont daar eigenlijk soms. Dus we kunnen kijken of een keertje als jullie dat willen, dat we gewoon naar haar toe gaan. Ik geloof dat ze daar ergens boven woont. Dus dat is wel grappig. Dan kan ik ook gewoon een beetje het uitzicht filmen en zo. En trouwens, daar is dus de Berries. Daar moeten jullie gewoon lekker eten en shit natuurlijk. Gewoon daar naartoe gaan naar Berries. En daar kan je allemaal broodjes eten en zo. Zalmbroodjes. En ik koop daar altijd, jongens. Dat moeten jullie gewoon eten gewoon. Dat is zeg maar tonijnbroodjes. En die zijn zo lekker. Ik weet niet wat het is. Ik kan misschien een keer, als ik daar ga eten of zo, dan laat ik wel dat tonijnbroodje zien. Maar dat is echt super lekker. En ja, hij heeft gewoon een eigen auto en shit. Dus ga even naar Berries toe. Dat is hartstikke leuk. En we gunnen hem gewoon zijn shine. Dus ga gewoon naar hem toe. Hij zit trouwens daar ook. Maar ik weet niet of hij terug zwaait. Hij zwaait niet terug. Maar maakt niet uit, mensen. Dat is de Berries dus. Dat is gewoon een soort van havenschool. En ja, daar leren ze boten besturen of zo. Weet ik veel. Ja, in mijn taal is het boten besturen. Maar ik geloof dat het anders heet. Je wordt een kapitein van een schip eigenlijk. Dat is een soort van botenschool. Daar zitten de mensen gewoon op school. En die leren hoe ze op de zee varen of zo. Zoiets is het. Maar ik weet niet of je het zo kan noemen. Ik moet heel even daar gaan staan. Want de wind is echt zwaar verkrekt. Daar wordt dus alles. Daar worden de mensen eigenlijk een soort van klaargemaakt. Om, geloof ik, om een soort van piraat te worden of zo. Ja, ik weet niet hoe je het noemt, mensen. Maar dit is gewoon RTV Rijnmond. En jullie zouden denken, wat is dat? Maar ik geloof dat best wel veel mensen weten wat RTV Rijnmond is. Dus, maar dat is RTV Rijnmond en daar wordt allemaal shit gefilmd en shit en allemaal nieuws en shit. En kijk, ja, daar kennen jullie ook wel, Funix. Ik wil daar echt een keer heen. Jongens, als jullie misschien een beetje kunnen helpen om gewoon even een bericht te sturen van nodig Prithvi uit, dan kan ik gewoon misschien naar Funix toe. Misschien is dat wel leuk. Als jullie allemaal even proberen om een bericht te sturen naar Funix van nodig even Prithvi uit, help me daarmee. En dan kan ik misschien wel naar Funix toe. Want Funix vind ik wel cool, weet je wel. Het is gewoon een leuk radiostation. En daar kan je dus, daar komt Seven Alias, Ismo. Daar komt heel de back gewoon naartoe.
Dus als jullie mij even kunnen helpen om naar Phoenix langs te komen, dan zou dat super vet zijn. Gewoon even een soort van zeggen van, yo, nodig Brit via uit en dan komt alles goed. Ik zat zo te kijken. En hoe heet dat, een vriend van mij, Valerio, die zit ook soms in de vlogs. Die heeft zeg maar, die wil heel graag een Zundapp. En dat is zeg maar zo'n scooter, maar dan echt best wel oud, weet je wel. En kijk hoe mooi die eruit ziet gewoon, een Zundapp. Wow, super vet. Wat nou als ik gewoon mijn rijbewijs ga halen en dan ga ik gewoon een Zundapp kopen. Super vet. Dat ga ik wel proberen, jongens. Ik ga gewoon sowieso over een paar jaar, als ik dan gewoon een soort van geld verdien, dan ga ik gewoon zo'n scooter kopen, zo'n Zundapp. Oh, en dan ga ik racen, jongen. En dan gaan jullie met me mee, ja? Sowieso. Jullie gaan dan met me mee en dan gaan we gewoon op die Zundapp gaan we racen gewoon. Super vet. Oh, dat is echt heel cool. Maar mensen, ik ga even doorwerken en dit editen. En ik ga tot 6 uur wachten. Dus zeg maar tot 6 uur. Dan ga ik weer filmen. Dan ga ik naar huis. En dan film ik dat stukje. En dan film ik nog even thuis. En dan ga ik geloof ik chillen. Dus gaan we kijken. Ik moet stage doe ik altijd tot 6 uur. Dus sowieso. Ik moet tot 6 uur doorwerken. En dan kunnen we gaan chillen en shit. Dus dat is leuk. Ik ga een beetje aan mijn kanaal werken. Ik heb trouwens ook een nieuwe banner. Die kan je hier op mijn kanaal zien. Dus check hem even uit. En misschien is het leuk dat jullie even in de reactie plaatsen wat jullie van die banner vinden. En dan ga ik weer weg, jongens. Ik zie jullie weer later. Ik moet niet dit doen. Dit is stom en vervelend. Dus gewoon mijn handen zo laten. Zo. Dat is beter. Hey. Ik heb nu al de fucking tram gemist. En ik loop nu heel chill. Want ik dacht al, ik was een sigaretje aan het doen. En ik dacht van shit, tram gemist. Kijk, daar lopen de mensen al. Moet ik fucking lang wachten? Zou ik naar binnen gaan of zo? Ik ga wel gewoon roken dan weer. Kutzooi. Dit is zwaar kloten. Dit is echt zoiets, weet je wel. Dat je denkt van kutzooi. En dan gaan we weer naar buiten. En ik zie jullie weer als er iets moois gebeurt. Ik ben nu in Rotterdam Centraal. Ik kom net van stage. En ja, weet je, ik moet fucking lang wachten. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar binnen. En ik zie al wat ik doe. Ik ben nu in Centraal. En ja, er is gewoon niks te beleven, helemaal niks. Ik sta hier gewoon, weet je wel. Het is zwaar kloten eigenlijk, maar ja, dat is dan een beetje. Ik heb wel een keer, toen ik heel veel geld had, dat ik zeg maar daar bij de Bruna, had ik allemaal tientjes gewisseld. Omdat toen leek het meer, maar ja, ik ben echt heel zielig. Maar mensen, we gaan naar huis. En dus, ik geloof dat het zo'n beetje 6 uur is, 6:30. Dus ik ga straks naar huis en ja, dat is dan een beetje. Dat is een fanshop van Feyenoord, what the fuck? Een fanshop van Feyenoord, fucking lauw. Wacht, we gaan even kijken bij de fanshop van Feyenoord. Ik weet niet of ik mag filmen, maar dat doe ik gewoon. Anders word ik wel een soort van gezegd dat ik niet mag filmen. What the fuck? Als je dan zeg maar... Oh, ik ga dat echt wel doen hoor. Sowieso. Als ik een kind krijg, ga ik sowieso zo'n shirtje kopen. Mag je filmen je of is dat niet? Nee. Liever niet? Hoezo mag dat dan niet? Nou, omdat mensen hier... Oh, sorry. Hier liever niet gefilmd worden. Kijk, je bent buiten op straat. Ja. Mag je filmen, want dat is portretrecht en alles. Ja, dat bedoel ik. Maar hier binnen mag het niet. Hier binnen, oké, okay. Maar dit is toch ook een soort van openbaar. Nou, ik ga wel weer naar buiten hoor, maar oké, okay. Ik mag hier niet filmen trouwens, dan ga ik ook weer weg. Ik dacht, ik maak een beetje reclame, maar nee hoor, ze willen geen reclame. Nou, dan toch lekker niet. Maar mensen, dan zie je maar dat er gewoon in een fanshop van Feyenoord, dat je gewoon niet mag filmen. Maar trouwens, een winkel is toch openbaar terrein of zo, dus ik begrijp het niet. Nou ja, weet je, de Bruna mag je dan ook niet filmen, je mag... Overal, je mag wel gewoon hier buiten filmen, maar in de fucking Feyenoord shop mag je niet filmen. Trouwens, reclame misgelopen, fuck jullie, ik ga weer naar buiten. Mensen, hier sta ik dan gewoon op de halte, of in de, ja op de halte trouwens, dat is gewoon goed. Maar ik werd dus weggestuurd bij de Feyenoord shop, maar terwijl ik gewoon kleding filmde en die beveiliger zei... Van ja, dat kan niet, want hoe heet dat, andere mensen denken er anders over.
what the fuck, ik film alleen kleding. Ik ben nog niet eens zo, weet je wel, als hier dan iemand staat, ik ben niet zo aan het filmen. Ik ben gewoon kleding aan het filmen en dan word je al weggestuurd. Dus ik dacht, ja, weet je, fuck it, ik blijf gewoon lekker filmen. En toen was het zeg maar zo dat ik een soort van een klein beetje wel filmen voor jullie. Maar hij duwde een soort van de camera een beetje die kant naartoe. Dus ik had het niet kunnen filmen, helaas. Alleen, ik sta hier en ik moet nog even kijken. Ik zal even inzoomen. Dan gaan we 3, 2, 1. Nog acht minuten wachten en dan kan ik naar huis. En dan zijn we nog niet eens thuis. Dan moet ik fucking de bus pakken naar huis. En dan pas ben ik thuis. Dus ja, dat is het wel een beetje, jongens. Dat is mijn leven gewoon. Van stage naar huis. Van stage naar huis. Dat is het, jongens. Maar ik ga nu zeg maar soort van wachten op de bus. Op de tram. En dan zie ik jullie zo weer. Daar moet je niet op letten. Dat is niet cool. Goedemorgen, jongens. Ja, ik ben altijd heel chagrijnig in de ochtend. Maar nu heb ik er zin in, jongens. Dat wil je echt niet weten. Even de camera een beetje beter. Zo. Ik ga koffie maken. Trouwens, ik weet niet of mijn stagebegeleider koffie wil. Kan ik wel even schreeuwen. Mark! Mark! Hij hoort het niet. Laat maar. Even kijken. Dan doe ik... Wil je koffie? Ik weet nou niet of die moord of niet. Oké. Nou, hij wil geen koffie. Hij heeft al. Even kijken. Kiezen... En dan gaan we die koffie maken. En dat is lekker natuurlijk. Ik wil alleen maar zwarte koffie, hè. Jongens, jullie kennen het wel van Jan Dino. Ik wil alleen maar zwarte koffie. Lekkere dingen, stoute dingen. Maar even kijken, want ik moet zeg maar een soort van dit gaan editen. Wat ik zeg maar een soort van vandaag heb gemaakt. Ik heb een soort van bureaublad van een stagiair, zeg maar stagiair... gekregen, zeg maar. Niet de stagiair van mij, maar gewoon van dit pand, zeg maar. En ik kan hem wel even laten zien, alleen is het lullige dat, zeg maar, de logo van dit gebouw daarop staat. Dus dat moet ik proberen niet te filmen. Dus probeer, zeg maar, wel een soort van dat te filmen, dat bureaublad, zeg maar niet dat logo, want dat is echt not done om dat te doen. Dit is het dan. Wil jij op mijn kast? En dan, zeg maar, een soort van... Ja, Max had het gemaakt en ik vond het super grappig. Alleen Max, die heeft Brittivie verkeerd geschreven. Brittv, maar het moet 3 T's zijn. Maar ja, het is wel super mooi gedaan, zeker weten. Nou, dat wou ik even laten zien. Nu wil stagebegeleider weer Chinese muziek aanzetten, dus... Die stom Max met die Robin handjes. En mensen, volg me even op dit account, niet die andere, want dat zijn fake mensen. Oké, we gaan even naar buiten. En dan, ik moet nog een shout-out doen van iemand. Angelina Den Haag. Maar shout-out naar Angelina Den Haag, want die wil heel graag een shout-out. En die wachtte 2 video's lang, dus alsjeblieft, shout-out naar jou en veel plezier met je shout-out. Nou mensen, we gaan naar de Albert Heijn. Nee, je bent niet aan het filmen. Ik zweer dat ik aan het filmen ben. Kijk maar, lekker voor je. Maar Max wil niet op beeld, want hij is zijn fanboy. Doe wel maar op je kast. Je wil wel op mijn kast, joai. Nee, dat gaat niet, man. Maar we gaan naar de Albert Heijn. We gaan even shit kopen. En ik ga natuurlijk voor de sandwiches. Ik doe altijd die hamburgers, hè. Maar die hamburgers zijn er niet meer. Echt een kut leven. Echt waar. Zwaar verkloot. Maar Max is te lelijk op beeld. Dus die film ik niet. Hoedvloggers. Zij kennen het gewoon, jongen. Maar we gaan naar de Albert Heijn. En we gaan fixen, man. Hé, ze zei de hoedvlogger. Dat betekent dat ze gewoon die video gecheckt hebben, ja toch? Oh, what the fuck. Ze weten gewoon dat ik de hoedvlogger ben, kid. Ik ben gewoon echt de hoedvlogger. Oh, ik ben die echte hoedvlogger nu gewoon. En oh, jij zit toch ook in die auto? Misschien herkennen ze jou ook een soort van, denk ik. Doe zo een beetje als een wijf zo. Dat doe ik zo. Op een rotte camera.
Voor de duidelijkheid, dit is van mij, ja? Oké. Dan weet je dat, Max. Dat, ja. Dat hier, dit is van mij, ja? Oké. Ja. Wacht even hoor. Even goed neerleggen zo. Boodschapjes gedaan. Hartstikke mooi. Wat fuck, mijn broek zakt af. Maar wat heb je allemaal gehaald? Ik heb brood gehaald. Brood, en wat nog meer? Samba kip. Samba kip. Pittige samba kip. En wat nog meer? Vlammetjes. Oké. Nou, gaan we straks lekker chappen. Ik heb, hoe heet dat? Van die... Ik straks de hele tijd af. Maar ik heb van die, hoe noem je dat nou? Van die sandwich. Dus dat vind ik ook wel lekker. Dus ik ga lekker chappen en dan... Ja. En dan gaat Max. Max is een fanboy, hè? Max is echt een fanboy. Fucking mooi. Weet je waar ik er net achter kwam? Dat die twee vlekjes hier ergens in het beeld zitten. Maar mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Laten we de 300 abonnees... Zo, 300 abonnees. 300 duimpjes omhoog halen. Superleuk. Zeg tegen al je vrienden dat ze even een duimpje omhoog moeten doen. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan. Ik geloof dat je dat daar of daar kan doen. Ik weet het niet. Er staat gewoon iets. Dan zie je mijn profielfoto en dan kan je daarop klikken of zo, denk ik. En kijk ook even de andere video's hier ergens. En dan ben ik helemaal vandaan. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. En ik zie jullie weer later.